Bavaria Bar bij Hotel van der Valk. Weer een nieuwe Tiel aan tafel. En ik heb al mijn eerste gast naast mij zitten. En dat is Anne van Opijnen. Jij bent van Mio Projects. Ja. En dan moet je toch eerst even gaan vertellen wat dat nou precies is. Mio Projects is eigenlijk een stichting. En die hebben we in begin dit jaar opgericht. En het is eigenlijk een afkorting. Het staat voor My Your Our Projects. En het is speciaal voor ontwikkelingssamenwerking. We hebben een webtool gemaakt. Een webtool. En wat is een webtool? Een webtool is een internetpagina waarbij dat eigenlijk een heel interactieve website is. Een soort LinkedIn, maar dan speciaal voor ontwikkelingssamenwerking. Dus mensen kunnen een profiel aanmaken, net als met veel andere social media sites. En aan dat profiel kunnen ze diverse dingen gaan hangen. En die hebben allemaal een locatie, dus bijvoorbeeld een project wat je doet in bijvoorbeeld Suriname. En dat project, dat zet je dan letterlijk op de kaart, want je geeft er een locatie aan en met een pinnetje komt dat op de kaart te staan. Ja, dus als ik het dan mag concluderen, dan staan alle organisaties die zich inzetten samen met de vrijwilligers op één platform. Ja, het is vooral de organisaties kunnen dan dus die projecten op de kaart zetten. Dat is de ene kant van het verhaal. Dus het wordt heel erg zichtbaar wat er gebeurt eigenlijk in de wereld aan ontwikkelingswerk. Want er gebeurt een heleboel aan ontwikkelingswerk. Ja, ja, ja. En de andere kant is dat lokale organisaties, dus een organisatie in Suriname, in Ghana en in Indonesië, die kan een project aanvragen of zelf laten zien wat voor projecten ze doen. Waardoor je dus ook het stukje vraag en aanbod wat dichter bij elkaar probeert te brengen. Ja, want er is natuurlijk een wirwar aan organisaties en hulpverleners. Ja, nou ja, om een getal te noemen, er is in 2005 een onderzoek geweest en daaruit kwam dat er 6400, als een schatting, 6400 organisaties in Nederland zijn. In Nederland alleen? Ja, en dat is een onderzoek van 10 jaar geleden. Dus nou, dat ongetwijfeld meer. Zullen wat organisaties weg zijn gegaan, maar er is een grote kans dat er gewoon veel meer organisaties bij zijn gekomen. En dan praten we alleen over Nederland. Dus wereldwijd is er zo gewoon ontzettend veel organisaties die zich ermee bezighouden. Ja, en waar komt jouw interesse vandaan om dit te doen? Nou, ik noemde net al even een getal, maar dat komt omdat ik ook studeer. Ik studeer ontwikkelingssamenwerking aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik ben bijna klaar met mijn master. Dat is Development Studies, Engelstalige master. En eigenlijk tijdens mijn studie ben ik erachter gekomen dat ik iets mis in het veld. En dat is dus een plek waar iedereen bij elkaar komt om daadwerkelijk te gaan samenwerken. En wellicht ook de krachten te bundelen. Krachten te bundelen, overheid kosten naar beneden. Dat stukje vraag en aanbod wat dichter bij elkaar. Waardoor ook lokale mensen gewoon een stem krijgen binnen het hele ontwikkelingsveld. En dat is eigenlijk de kracht van Mio Projects. Dus my Your Our Projects, we doen het samen. Ja, goed. En dit kan jij vast niet alleen, want alleen al zo website. Ja, dat is dus ook het leuke. Wij hebben gezegd eigenlijk vanaf het begin, als samenwerken het doel is van onze organisatie, dan moeten wij zelf ook samenwerken. Dus we zijn niet begonnen met fundraising om een websitemaker te betalen of wat dan ook. We zijn in de netwerkgroep hier in Tiel gegaan, in Plein 12, samen netwerken. En eigenlijk met die organisatie zijn we in contact gekomen met diverse andere mensen die dus ook iets voor een ander willen doen. Dus onder andere met Square Concept in Zaltbommel hebben we samen stagiaire aangenomen en die heeft de website voor ons gemaakt. En dat gaan we aankomende jaren steeds verder uitbreiden. Ja, en hoe is het ontvangen? Want de lancering is in juli geweest. Ja, ja, dat hebben we ook in Plein 12 gedaan en dat is eigenlijk heel goed gegaan. Het was een beetje een warme dag, was de warmste dag van het jaar op 4 juli. Maar het is goed gegaan. We hebben het een en ander aan organisaties al binnengehaald. En die hebben al de eerste projecten geüpload op de kaart. Dat is dus ook wel heel erg leuk om te zien. En nou ja, dat zijn de eerste organisaties. Maar we willen gewoon doorgaan totdat een heel groot gedeelte van al die organisaties zichtbaar zijn. Er zijn ontzettend veel projecten die ontzettend succesvol zijn. En soms vind ik het jammer, want dan denk ik, dan is een project zo succesvol. En die hebben zoveel netwerken opgebouwd in een bepaald gebied, waar een ander natuurlijk hartstikke veel profijt van kan hebben. Kijk, als je in een bepaald dorp in Oeganda zou zitten en 2 dorpen verderop doet eenzelfde organisatie eenzelfde soort project, maar die moet nog alles uitvinden, dat is gewoon zonde. Je bent gewoon telkens het wiel opnieuw aan het uitvinden. Zonder van die kennis, ja. Exact. Ja. En ik denk van nou, als je dat kan combineren met elkaar, dat zou hartstikke mooi zijn. En dan kun je een hoop kosten besparen. En het stukje natuurlijk dat de lokale bevolking ook een stem krijgt binnen het hele veld. Want stel dat jij in een lokaal zit en komt ineens een organisatie van buitenaf die zegt, nou, jij hebt een school nodig. Maar op dat moment heb je eigenlijk veel meer behoefte aan een waterput. Exact. Dan
mist het soms zijn doel, terwijl het hartstikke goede projecten zijn. Maar als je als lokale bevolking ook die stem hebt, en dan kun je zeggen van nou, eigenlijk zou ik hier wel een waterput hebben, dan kun je misschien toch je project net iets anders gaan inrichten. Ja, ja, heel logisch. Ja. Een prachtig idee, mooi initiatief. Dank je. Ja, ja, ik ben heel blij dat je ons op de hoogte hebt gebracht van jouw mooie activiteiten. En ik wens jou ontzettend veel succes met jouw project. Bij mij aan tafel is aangeschoven Annabel van der Valk van het hotel waar wij nu zijn. Ja. Fijn dat je er bent, Annabel. Oké. Okay. Er gaat hier binnenkort iets heel groots en moois en spectaculairs plaatsvinden. Ja, en daar ga jij maar wat over vertellen. Ja, ja, we hebben hier natuurlijk een prachtig hotel gebouwd de afgelopen tijd. En daar zijn we heel trots op. Maar niet ja, er moeten natuurlijk wel nog mensen inkomen om het echt gezellig te maken. Dus nou hebben we een leuk feestje voor de boeg. We hebben Joke Bruijs uitgenodigd. Joke Bruijs? Ja, ja, Joke Bruijs, ja. En we gaan er een dinnershow van maken. Dus Joke Bruijs samen met de North Sea Jazz Band. En, wow! Ja, ja, dus het wordt, dat wordt ook heel groots. Ja, dat wordt eigenlijk de aftrap van alle feestjes die we hier in de toekomst gaan doen. En ja, Joke Bruijs vinden we leuk, omdat hij... Ja, springt natuurlijk een enorm publiek aan. Zeker, ja. Zeker. En ze is natuurlijk bekend geworden door de soap die in Nederlands tv was. Hoe heet die ook weer? Toen was geluk heel gewoon. Ja, klopt. Ja. 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 Dus we gaan een dinnershow doen en heel veel lekker eten. Lekker Joke Bruijs genieten en van de band natuurlijk. Ja. En dat is de aftrap van... Want er zijn nog veel meer plannen dus. Ja, er zijn inderdaad nog veel meer plannen. We hebben hier twee hele grote zalen voor 2000 man totaal. En dan hebben we boven nog een grote zaal. Ja, dus we kunnen feestjes oneindig vieren. Dus daar hebben we heel veel zin in. En dit is dan de eerste. Maar vroeger hadden we, mijn ouders die vonden het heel leuk om met oud en nieuw feestjes te geven. Dus ja, die komen natuurlijk ook terug. En kerst, en dat soort dingen. Oké, dus er wordt flink uitgepakt. Ja. Ja, en jij bent daar organisatorisch bij betrokken? Ja, zeker. Ik mag creatief meedenken. En inderdaad, de organisatie valt dan onder mij. Ja, en nu hebben we natuurlijk pas de opening van het casino gehad. Ja. Hoe is dat verlopen? Ja, goed. We hadden een hele week van gemaakt. Dus we hadden echt een feestweek van het casino. Een hele week opening. Dus mensen konden ook dingen winnen. En er is een auto daaruit gegaan. En ja, het was echt was een geslaagd feest. Er kwam op een gegeven moment een hele brassband het casino in. En die maakte zoveel herrie dat gewoon je oren tetterden eraf. Ja, dat was echt was een leuk feestje. Ja, lekker. Ja. Leuk. Ja. De hotel is nog niet helemaal klaar. Nee, dat klopt. Hoe gaat het? Want het ziet er prachtig uit. Ja, bedankt. Moet er nog heel veel gebeuren? Wat is de planning van jullie? We zijn in ieder geval al heel veel gedeeltes hebben we af. We zijn open met het restaurant. En nu, de dag van vandaag, zijn we met 44 kamers in de toren open. We proberen elke week een verdieping open te maken. Dus dat er dan weer per verdieping 11 kamers erbij komen. En... drie die gaat over 2 weken open. Dat zijn de derde verdieping bedoel ik dan. En dat zijn de zalen, vergaderzaaltjes, de boardrooms en één grote feestzaal. Dus ja, dan kunnen we daar ook weer leuke gasten ontvangen en dat soort dingen doen. En dan ergens in eind dit jaar hopen we toch de Skybar open te maken. Kijk, en volgens mij is heel Tiel daar heel erg nieuwsgierig naar. Ja. Iedereen wil volgens mij daar naartoe. Ja. Ja, het is natuurlijk fantastisch, dat uitzicht. En, ja. Ja, zeker. En het is inderdaad, het uitzicht is super mooi. Dat kan ik, dat hebben we gezien volgens mij allemaal in de afleveringen. Ja, de uitzicht is mooi en de plannen zijn ook heel mooi, dus dat is fijn. Vertel eens over die plannen. Ja, we hebben hele mooie plannen gekregen van de architect. Ik kan niet heel veel over zeggen, want ja, ik moet het... Ja. Ja, het wordt gewoon wel echt een hippe bar, dat kan ik wel zeggen. Strak? Heel strak. Wel met dat er nog geconcentreerd wordt op het uitzicht, want dat is ook gewoon echt heel mooi. Ja, en veel met geluid en veel met licht.
Ja, maar leuke dingen gedaan. Zodat iedereen van op de snelweg kan zien dat er daar een feestje is. Kijk. Ja, ja, dat is eigenlijk wel heel slim natuurlijk. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Als iedereen dan ook de afslag neemt. Ja. Nou ja, ook dat moet lukken. Ja. Lijkt me vrij duidelijk. Ja. Maar het eerste wat er gaat gebeuren aan de groots is de Joke Bruijsen dinnershow. Ja, klopt. En wanneer is dat? 28 november. 28 november. Ja. Joke Bruijsen met een enorme big band. Ja, ja, de North Sea. Eten. Ja. Drinken. Ja. Feest. Feest. Ja, en ik hoop er nog een afterparty achteraan te plannen. Maar dat moet ik nog even intern al proberen te regelen. Maar ja, inderdaad. Het wordt inderdaad gewoon mooie ronde tafels en gewoon lekker genieten. En eigenlijk wil ik ook na het diner alle tafels aan de kant. Iedereen op de dansvloer. En, Goed plan. Het hoort er wel bij, toch? Ja, 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 ja. Goed plan. Volgens mij zit jij vol met goede plannen. En gaat het hier ook gewoon helemaal goed komen. Ja. En mag ik jou danken voor je informatie. En heel veel succes wensen met het feest wat komen gaat. Ja, zeker. Bedankt. Dank je wel. Binnenkort gaat de Hendrikus uit de vaart en we hebben een nieuwe veerpont en dat is de Pomona. Mijn kritische vrienden Ber van Buren en Adrie Meijer, die hebben daar zo hun eigen idee bij. Wat vinden jullie nou van de Pomona? Nou, wat ik ervan vind, het maakt mij niks uit hoe zo'n ding heet. De enigste keer dat ik met die pont wat te maken heb, dat is eigenlijk tijdens Appelpop. Een ander verhaal is, ik heb gehoord dat dat afkomstig is van een of andere Griekse godin van het fruit. Pomona. Daar zou die naam vandaan komen. Verzonnen door kinderen. Wat ik raar vind is dat een gemeente zo'n opdracht uitschrijft om kinderen zo'n naam te laten verzinnen. En dat er dan zo'n uitkomst uitkomt. En dat er zo'n uitkomst uitkomt naar iets wat niemand kent. Ja, pomologische tuinen zijn natuurlijk de appelsoorten. Hè? Dat is ja, dan bekend. Hadden ze hem de appel moeten noemen. Ja, maar even de gemeente die blinkt wel eens vaker uit in het door het dag gerommel. Ja, dat klopt. Er zijn diverse voorbeelden van te noemen. Maar Pomona deed mij in de eerste instantie denken aan een seksclub. Maar wij gaan naar de dat is misschien denken, te ver gezocht of zo, ik weet het niet. Ja. Maar ik vind het een geen naam voor een pont. Daar had jij meer aan gedacht. Nou, kijk, we hebben een ongelofelijke goede woordkunstenaar in Tiel gehad. Dat was Hannes de Hatert. Ik had het gewoon de Hannes de Hatert genoemd. In plaats van de Hendrikus. In plaats van de Hendrikus nog. Ja. Wat overigens ook best nog gekund zou hebben. Maar het is gewoon achterlijk dat je de naam af laat hangen van een wedstrijd die uitgeschreven wordt voor kinderen. Die vinden dat natuurlijk best wel een mooie naam, dat Pomona. Het ligt ook aardig in het gehoor. Het zou ook kunnen zijn dat, ik meen zelfs dat Pomona ook nog een keer op is komen draven in het Flipjes reeks die geschreven is. Maar dat is heel erg lang geleden. Maar dat hebben die kinderen nooit geweten natuurlijk. Kinderen hebben gewoon een naam uitgezocht waar ze van dachten, ja, dat spreekt misschien wel tot de verbeelding. Maar is dan die jury niet veel dommer dat ze die naam accepteren? Ja, in plaats van om zich heen te horen, ja, in het veld, bij wat de mensen daarvan vinden. Klopt. Maar dat is het euvel van de gemeente Tiel. Ja. Die leggen veel te weinig het oor bij de gewone burger neer, om te weten te komen van hoe de burger erover denkt. Ze zijn er zoveel andere dingen op te noemen. Ik denk maar aan de Avri is in het leven geroepen. Die moeten nu alles opknappen. Het vuil, de bewaking van de auto's. Ja, maar dat gaat alweer niet meer door, hè? Dat is al het werk van gemeente allemaal, hoor. Nee. Nee, want ik woon in de binnenstad. Behalve als je een bekeuring thuis krijgt. Ja, ja, dan werkt het wel. Die moet je altijd betalen. Ja, natuurlijk. Ja, dat is het probleem. Ja, dat snap ik. Maar ik woon in de binnenstad en er is ook een vuilcontainer. Dat barst het van de illegale zakken die ze eromheen zitten. Ja. Is geen sterveling die daar wat aan doet. Je hoort er van de gemeente Wijchen ook nooit wat over. Dan moet je al bellen naar de AVRI, ja, om te zorgen dat de rotzooi opgeruimd, ja, wordt. Ja. Maar je kunt het zelf niet meer opruimen. Nee. En als ze nou nog goede muziek op die telefoon zetten, om zo lang wachten.
Maar ik heb daar een gehoorbeschadiging in overgehouden. En het is gewoon een ramp wat er hier natuurlijk gebeurt als het daarover gaat. Dus niet alleen over die Pomona. Nee, maar dat is een algemeen bekend gegeven dat zogenaamd de burger wordt geïnformeerd. Maar dan is de beslissing al genomen. Ja, natuurlijk, ja. En dat is het grootste euvel, denk ik, in de gemeente Tiel. Ja, maar niet alleen bij de gemeente Tiel natuurlijk, hè. Dat is landelijk ook zo. Ja, dat klopt. Dat nemen ze gewoon van elkaar over. Nee, ze weten niet anders. Ze weten niet anders. Want ze kunnen nergens anders. Ja, ze kunnen overal die inlichtingen halen. Het probleem is alleen dat ze het niet doen. Klopt. Als jij een weg aanlegt, ga dan eens met mensen praten die wegen aan moeten leggen. Ja. En geef niet een bureau of ergens van extern 50.000 euro en zeg van, maak jij eens een weg. Ja, ik heb het meegemaakt met de Grote Brugse Grindweg. Daar werd een avond georganiseerd voor de mensen die eraan wonen. Ja. Of direct bij betrokken zijn. Ik woon aan de West-Roosje straat. Ik zeg, nou moet je luisteren, je hebt plek genoeg om twee rotondes te maken. Eén bij Slager Augustinus voor en eentje bij die bloemenzaak, helemaal aan het eind. Ja. Wat doen ze? Ze gooien daar gewoon een weg neer met een stel slingers, een paar bulten. Ja. En dat heeft alweer 80.000 of 100.000 euro extra gekost om die weg weer te renoveren. Het lijkt meer op een ouderwetse golfbaan, zo die vroeger op de kermis stond, zeg maar. Het lijkt af en toe net of ze er zelf geld aan verdienen. Ja, weet je, kijk, het is natuurlijk ook nog eens een keer zo dat ze hebben nu kinderen die naam laten bedenken. Maar de gemeente die krijgt hier op andere gebieden ook nooit zelfstandig wat voor elkaar bedacht. Dat moet altijd een commissie aan te pas komen. Die ettelijke hoop geld gekost heeft. Ik ben te stom om het allemaal op te kunnen noemen. Maar het valt best mee, hoor. Ja, oké, dankjewel. Maar ik weet in ieder geval wel dat het zo is. En er moet altijd een commissie aan te pas komen bij de gemeente Tiel. En daar wordt dan verschrikkelijk veel geld aan uitgegeven. En als je dan het resultaat later ziet, dan denk je, nou, dat hadden dus gewoon eenvoudige mensen ook kunnen bedenken, zeg maar. Ja, ik denk sneller. En misschien nog sneller. En zonder kosten. Absoluut. Ja, dat denk ik wel. Nou mannen, jullie zijn het kwijt? Nou, weet je, kijk. Nou, ik denk eerder dat de gemeente het kwijt is. Ja, maar een stukje zo boosheid, frustratie, een beetje woede. Nee, dat is geen boosheid of frustratie. Dat is gewoon, waar we het al over gehad hebben, dat is gewoon logisch nadenken. Ja. En niet achter een bureau iets verzinnen. Terwijl je eigenlijk naar de mensen toe moet die er verstand van hebben. Ja, goed. En zijn ik ben de frustratie eigenlijk pas kwijt wanneer de Hans den Haat tot over de Waal vaart. Dus Pomona is gewoon eigenlijk... Wat mij betreft moet je die in die prullenbak doen waar ik het net over had. Oké, ja, ik ben bang dat het niet meer gaat lukken, Ber. Nee, die zijn vol. Ja. Ik denk het ook. Nee. Mannen, mag ik jullie danken? En ik richt me tot u en ik zie u graag volgende week weer bij een nieuwe Tiel aan tafel.